Het ministerie van Justitie en Politie heeft de twee broers Abdulakan Raoul en Idu Nasser tot ongewenste personen voor ons grondgebied verklaard. Zij deed dit volgens haar bevoegdheid, zoals vastgelegd in de Vreemdelingenwet en andere wettelijke regelingen. Na het vonnis van de kantonrechter op 14 juni 2019 heeft het ministerie besloten de vestigingsvergunning op naam van Idu Nasser in te trekken. Abdulakan Raoul bleek vanaf 2008 illegaal in ons land te vertoeven. Dit besluit is genomen aangezien de broers zich niet gehouden hebben aan de voorwaarden zoals omschreven in de Vreemdelingenwet. Hun verbintenis met enige terreurorganisatie moet nog altijd worden gezien als een potentieel gevaar voor de nationale veiligheid. Het ministerie heeft ook geconstateerd dat vreemdelingen zich de laatste jaren vaker schuldig maken aan criminele activiteiten en vaak als onderdeel van internationaal georganiseerde criminele organisaties. De recente uitzettingen van vreemdelingen met een crimineel verleden en of zich bezighouden met criminele activiteiten moet dan ook tegen deze achtergrond gezien worden.